Ik weet met ruime cijfers gewonnen in Almere. Goed voor het doel, wederom. Maar een afloop niet helemaal tevreden. Um, geen veldje aan de lucht, zou ik zeggen, toch? Of zie je dat anders? Nee, eigenlijk geen veldje aan de lucht. Omdat je, omdat je wint, de nul houdt, vier keer scoort, uh, de betere ploeg was. Uh, maar natuurlijk, zoals altijd, zie je altijd dingen die je beter kan doen. En daar zullen we op blijven hameren. En dat, uh, dat hebben we ook nu gedaan. En kun je deze wedstrijd dan uh, vergelijken met de wedstrijd die eraan komt? Nee, vind ik niet. Nee, ik vind dat we nu tegen een voetballend veel betere ploeg gaan spelen. Uh, Almere, voor Almere is alles nieuw. Het eerste jaar op het hoogste niveau. Uh, Coët speelt er al een aantal jaren. En is een van de weinige ploegen die ook de selectie eigenlijk bij elkaar heeft weten te houden. En met vrijwel hetzelfde elftal nu al een tijdje speelt. Dus die zijn goed op elkaar ingespeeld. Ahead Eagles, dat is uh, je oude liefde als ik het zo mag noemen. <laughs> Kun je daar iets meer over vertellen? Ben je daar veel geweest of heb je daar juist veel contacten? Nou, ik kom uit Apeldoorn en daar hadden we geen betaald voetbal. En op 15 kilometer verderop uh, ligt Deventer. En daar speelt Coed Eagles. Dus als ja, klein jongetje uh, schraapten we de, de spaarpot leeg. En hebben we een seizoenkaart gekocht ieder jaar bij Cohet. Om daar naartoe te gaan. Dat was in de tijd, ik weet niet, ik denk dat ik 14, 15 was. En dan met de trein van Apeldoorn naar Deventer. En dan met die grote stoere kerels meelopen in de optocht naar het stadion toe. En dan had je een, uh, voor de jongensrang, voor 15 gulden was dat dus guldentijd. Hadden we zo'n zo soort bonnenboekje waar dan iedere keer een blaadje uitgescheurd werd als je weer naar binnen liep. Maar dan probeerden we wel op de b-side te komen. Dus bij de harde kern zeg maar. En daar mocht je met die seizoenkaart eigenlijk niet op, tenzij je met een volwassene meeliep. Dus dan gingen we altijd vragen. en Ik ging met mijn vrienden daar naartoe. En dan gingen we vragen aan een meneer of we mee mochten lopen. Dat mocht altijd wel. En dan stond je eigenlijk altijd op de b-side. Mooie tijden. Dat was hartstikke leuk. Ja. Ja, hartstikke Word je daar leuk. dan nu ook groots onthaald? Of, uh... Nee, maar dat weet denk ik niemand in Deventer. Hoe moeten ze dat weten? Oh nee, niet? <laughs> ik denk het niet. Ik denk dat niemand dat weet, nee. Oké. Okay. Ja. Is dat ook de reden dat je zegt, dit wordt de eerste topper vanwege die oude liefde? Of doe je daar iets anders nou, mee? Nee, ik heb echt wel, en dat meen ik ook echt wel, respect voor de manier waarop zij voetballen. Met de beperkte middelen die daar zijn, want dat is natuurlijk zo. Hebben ze, vind ik, goede voetballers daar naartoe weten te halen. Die ook durven te voetballen. Zijn net als ze zijn al meer dan een jaar ook echt bij elkaar. Maar ja, ze durven dat. Met haken wordt gewoon leuk voetbal gespeeld. Alleen schijn ik dat niet te mogen zeggen. Nee nou ja, twee trainers hiervoor hebben echt het ook al gezegd. Okay. Ja, dat was natuurlijk ook al, uh, waar heb je het over? Maar uh, ja, jij ja. weet dus waar het vanuit en in zit. Ja, maar goed, als mensen mij vragen wat ik ervan vind, dan probeer ik altijd een eerlijk antwoord te geven. En ik vind dat Cohet leuk voetbal speelt. En dat heeft niets met jeugdsentiment te maken. Maar dat vind ik gewoon. Maar ze staan toch ook. Wat is het? Zesde. Nou, dat is toch hartstikke knap. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je hebt weinig tijd om te trainen de afgelopen weken eigenlijk. Um, waar pas jij je nu op aan voor deze wedstrijd, op de training? Ja, op, op de belastbaarheid van mijn spelers. En je zegt terecht, hè, we spelen twee wedstrijden in de week. Gelukkig hebben we nu drie dagen tussen de vorige wedstrijd Almere en Nucohet. Maar vanaf nu gaan we iedere keer maar met twee dagen ertussen zitten. En dan merk je, dat merk je nu al wel, dat jongens toch wat pijntjes hebben, wat minder tijd, hè, minder dagen om te herstellen. Dus daar begin je nu ja, wat mee te maken te krijgen. Ja, wie ik net ook zag trainen individueel was uh, Maro Junior. Op BISPO heb, uh, heb ik ook gezien. Um, ja, wat is hun status en hoe ziet uh, de hersteltraining er bij hun uit? Wanneer kun je weer een beroep op hen doen? Nou, dat laatste weet ik niet helemaal. Maar wat wel leuk was, gisteren hebben we getraind. En dat was de eerste keer dat Armando met de groep weer meetrainde. Dus die kreeg een groot applaus van de spelers. Dat hij voor het eerst weer met ons op het trainingsveld stond. Daar doet hij nog niet alles mee. Hij mag als kaatser, hij kan in de. Uh, in de, de paas- en trapvormen kan die meedoen. Dus heel langzaam op die manier gaan we hem weer naar de groep toetrekken. Mauro zit daar nog wat verder vanaf. Die is nog steeds met, met Nick individueel bezig op het, uh, op het veld. Ja. Wie ook een groot applaus verdient is uh, Saibaren. Die heeft nu zijn contract verlengd. Een sterk contract. Uh, ja, dik verdiend lijkt me. Absoluut. Ik kende hem niet voordat ik hier kwam. <laughs> en ik ben heel blij dat ik hem heb leren kennen. Want het is gewoon echt een hele goede voetballer. Een leuke jongen. Dat is, dat is ook leuk. Maar belangrijker is dat het gewoon een hele goede voetballer is. En uh, ja, ik ben heel blij met hem.